Ja, zo kunnen we zien dat we in onderbroek zijn. Hè. Meteen wordt de kras gemaaid, ons opwijzen voor de gas met de voeten weg. Maar het is hier bij de buurman van Driekers waar we het gras aan het maaien zijn. Ik heb het over Driekers, de directeur van vandaag. Driekers, schitterend weer, hè? Ja, daar is het puur ook gras te maaien. Want we wil gaan hooien natuurlijk, dat is duidelijk. Ja. Maar goed, aan de andere kant van het weer is dat er toch wel water nodig is. Ja, je hebt twee uitersten in Nederland. Hè. Je hebt het of regen, koud of heel warm. En we hebben van de week veel regen gehad. En nu zie je het tegenovergestelde. Het werd vanmorgen lekker zonnig. En daar waren we heel blij mee. En we zijn natuurlijk nog blij en dankbaar dat het zo weer is. Maar de mensen die deelnemen aan de loop, ja, daar vergt dat een extra inspanning van. En dat moeten ze goed in de gaten houden. Jullie zien het niet natuurlijk, maar ik zie het hier wel. We zijn nu net bezig met een lopen van de 25 stadionrun. En ja, die is toch zover dat ze te weinig vocht misschien binnengenomen heeft. En normaal gesproken dan zeg je 5 kilometer, dan drinken ze ook niet. En sommige 10 kilometer ook nog niet. Maar als je daar, je moet er ook op trainen. Hè? Je kunt op trainen dat je steeds dat uitstelt van dat je moet gaan drinken. En als je niet veel lopen gewend bent, dan is het de eerste moment dat je na een paar kilometer al denkt van hé, ik moet drinken. En als je dan niet de gelegenheid hebt om te drinken, ja, dan wordt het moeilijk. Dus je hebt wel een oproep voor de mensen in de gemeente Onderbroek die de lopers zien gaan? Ja, ze kunnen allemaal het parcours wel zien, want er staan overal bordjes langs de weg. Dus ze weten gewoon waar ze langs lopen. En ik doe ook een dringend beroep op de mensen die langs dat parcours wonen. En die een warm hart ook hebben voor de mens. Zorg dat jullie daar of met een slang of met water klaarstaan. Dat je een bekertje aan kunt reiken aan de lopers. Want daar zijn ze heel erg dankbaar voor. We hebben wel drinkersposten, maar normaal gesproken is dat ook vaak 5 kilometer. Ja. En dat heb ik ook. Ik heb op de bovenpad en op de Landal heb ik er wat staan. En hier bij het cultuurhuis, daar staat ik ook drinken. Maar goed, dat is dan wel weer met deze temperatuur over 5 kilometer. En op het eind wordt het natuurlijk steeds lastig. Ja, het is vandaag echt walking in sunshine. En dan nog een beetje sneller ook. Dus dat vergt natuurlijk heel veel van die lopers. En dan is water. Dus zeg het voort tegen je buurman, tegen je buurvrouw. Water klaarzetten. Ja, heel hartelijk dank mensen. Zet je in daarvoor en ik ben je heel erg dankbaar. Tot nu toe kunnen we terugkijken op een schitterend evenement. We zijn nu halverwege de derde loop van vandaag. Dat is de 50 stadium. Even na tweeën waarschijnlijk de winnaar. Ja, dat denk ik zeker wel. Of na ene? Het is, na ene. Het is net geen 10 kilometer. Dus je moet rekenen, ik weet niet precies wie er in. Ja, de cruiser, ik schat dat de cruiser dat de snelste wordt. Ja. En die loopt hem denk ik wel met 1 uur en 10 minuten. Dan verwacht ik hem wel binnen. Ja. Dus we zijn benieuwd wat hij gaat maken. Ik moet wel zeggen, André Pletten, die zag ik er ook binnenkomen. Het was net een tornado die binnenkwam. Ja, ik had gehoopt dat André op de 10 of op de 100 stadion mee zou lopen. Want dat is wel mijn oogappel. Hè. Ik heb nog vroeger met hem als verzorger bij VCO meegedaan. En dat trainde ik ook nog wel mee. En ik was zelf ook een behoorlijke loper. Maar hij liep mij eruit. Toen zei ik dat ding aan. Ik zei, jij bent volgens mij meer ingesteld voor atletiek. En dat heeft hij denk ik toch opgepakt, want hij is toen gestopt met voetbal. Ja. En hij is zich helemaal neer gaan leggen op dat hardlopen. Ja. Dus hij kwam nog over de streep als een tornado. Hij doet nog heel vaak doet hij mee aan die hardloopwedstrijden. Dus wat dat betreft een toploper aan de start gehad. Ja, de 5 kilometer is voor hem eigenlijk peanuts. Want, ja. hij traint nu geloof ik ook al voor de triathlons en dat soort dingen. Dus het is wel een allround, hij leeft er ook goed voor. Het is ook een allround sportman hoor. Ja. Driekers, bedankt. Ik hoop dat u vanavond tevreden achterover in de stoel gaat zitten. En kunt u nagenieten van een schitterende dag hier in het centrum van Oldenbroek bij de Cultuur Stadium Run. Ja.